Ik ben 27 jaar buurtwerker. In Hilversum-Oost is veel stadsvernieuwing. Daardoor zijn er nieuwe huizen gekomen, maar zijn er ook wel sociale structuren uit elkaar getrokken tussen mensen. Het deel waar we nu staan, dat is een oude gasfabriek geweest. En dat is gesloopt. En voordat er nou gebouwd wordt, ligt het al zeker 10 jaar braak. Dat was dus een perfecte plaats om een urban farming te beginnen. Om eigenlijk iets lelijks om te toveren in iets moois groens. Rigo die kwam naar me toe en die vertelde over urban farming. En die zei van nou, ik wil dat wel op verschillende plekken in Hilversum-Oost doen. We hebben samen bedacht welke stappen er gezet moeten worden. En omdat we hier een school tegenover hebben en ook allerlei buurtbewoners die best wel iets willen, koken leuk vinden, maar ook groen willen kweken. Want we hebben een fantastisch goede vrijwilliger die hier ontzettend veel tijd en energie in stopt. En zorgt dat samen met de school ontzettend veel groeit en bloeit. Al deze aanplantingen die heb ik gedaan en natuurlijk die schooltuinbakken. En zo gaan we eigenlijk zoiets opbouwen en ontstaat er ja, eigenlijk vaak samen met de buurt of met een school ontstaat er een groen project. Nou, er zijn op dit moment zo'n 6 grotere projecten en nog een paar kleinere projecten. En wat je ziet gebeuren is eigenlijk heel erg divers, maar het is altijd met elkaar en altijd in combinatie met nou ja, groen, educatie, sociaal. Zo komen mensen elkaar weer tegen en merk je dat er echt een veel betere sfeer in de buurt komt. Het is ook voor mijn eigen gezondheid dat ik hier aan werk, om in beweging te blijven. Als ik achter de graanschot zit, dan gaat het goed. Ik zie bij de kinderen een ontzettende betrokkenheid komen. Ze hebben er zin in, ze hebben hun zorg daarvoor. En je ziet ook dat ze op een langere termijn bezig zijn met hun plantjes. Ook kijken van, goh, wanneer komt het eerste sprietje boven? Goh, wanneer kunnen we oogsten? Hoe moeten we ze zaaien? En al die aspecten komen eigenlijk samen. Dus je bent veel meer dan alleen maar bezig met de tuinieren. Nou, waar we eigenlijk naartoe werken is dat je in Hilversum en ook de omgeving daarvan ziet dat groen weer normaal wordt. Dat mensen gewoon eigenlijk automatisch denken, hey, leuk, ik wil een moestuin, ik wil met de buurt, wil ik dat doen. Vinden het belangrijk om weer in contact te komen met elkaar. En op die manier kan je groen daar heel goed voor inzetten. En of dat dan jong en oud met elkaar is, of de kinderen die weer leren waar het vandaan komt, dat de sla niet in de supermarkt groeit, maar daadwerkelijk uit de grond komt. Dat is heel erg mooi om te zien en daar willen we heel graag bij helpen. En dat doen we door eigenlijk een organisatie te zijn waar men terecht kan voor kennis, voor informatie. Zodat we ze kunnen ondersteunen om te zorgen dat die droom die ze hebben, om die ook echt te kunnen verwezenlijken.